Het bureau Dak en Thuislozen is er voor een ieder die dakloos is. Ook mensen die problemen in de relatiesfeer hebben, verblijven soms voor enkele dagen. Het bureau houdt zich echter met veel meer bezig. Wij spraken met locatiemanager Claudia Cotin. Is er een registratie voor mensen die bijvoorbeeld, ik kom vandaag want ik heb geen onderdak en ik kom vanavond hier, stap hier binnen en vraag als ik hier kan overnachten. Wordt mijn naam dan geregistreerd of is het dat het een vrijgevochten boel is, iedereen komt en gaat gewoon? Nee hoor, je komt, je geeft je naam op, er wordt alles van je opgenomen, je naam, als je een adres had, dat wordt ook geregistreerd. En als je in de middag komt, de volgende dag, vragen ze ook meestal, kan je wachten? Wanneer je wacht, gaan we verder onderzoeken van, heb je het werkelijk nodig? Ben je werkelijk dakloos? En dan kunnen we je verder helpen. Maar in de meeste gevallen hebben ze wel hulp nodig. Dagelijks komen er nu 73 mensen, 73 vast, want er zijn anderen die komen een dag. Twee dagen zien ze niet, ze komen over een week. Maar vaste mensen zijn 73. En de overnachters die varieert van 30 tot 40 mensen die overnachten. Wat er is, we hebben de bedden weggehaald en we zetten de matrassen op de vloer. Zodat er plek is dat ze binnen kunnen slapen, dat ze niet over straat blijven. En als je komt en je vraagt voor hulp van ik wil niet over straat blijven, kan je de persoon niet over straat laten. Ga je de persoon dan een plek geven. Voor begeleiding is het nou minder. We kunnen helpen met een dochterskaart, een ID-kaart. Dat is ook een beetje moeilijk, want nu moet je betalen voor je ID. Dat is 75 SRD. En meestal hebben ze dat geld niet. Komen ze daar niet terug. Of ze komen na een tijdje wanneer het erger. Als ze echt ziek zijn en het wordt erger, dan komen ze dan terug. Maar je hebt geen kas. Vroeger was het makkelijker ID te maken, maar nu moet je betalen. En het is een beetje moeilijker voor hun. PCS zorgt voor ontbijt. Dat is 's morgens brood, thee en zo. 'S middags ook. Maar warm eten krijgen we van Logos. Logos zorgt voor eten elke dag 10 porties. Van maandag tot en met vrijdag. Bestuurdienst. Latour. Die doneert ook eten voor ons en vrijwilligers. Naar zij die inderdaad dakloos zijn, maar niet weten dat er een instantie is die ze op kan vangen. We kunnen ze niet opvangen. Ze mogen komen voor bad, brood en bed. Je komt binnen, je meldt je aan. Vanaf 4 uur 's middags is het open tot 11 uur 's avonds mag je komen voor overnachting. De volgende dag moet je vertrekken. Door de dag heen mag je komen baden. Je mag je haar knippen, je mag alles doen, schone kleding en je gaat terug. Maar opvangen voor verblijf, voor lang, dat is er niet. Iedereen heeft een rugtas. Laat ons niet kijken wat ze hebben gedaan, maar laat ons kijken en samen komen bij elkaar om deze groep te helpen. Want het wordt steeds erger. En het is niet prettig als je een kind moet zien die zwerft. En je kan die nergens plaatsen. Er is geen opvang voor kinderen. Je probeert zover je kan, maar het lukt niet. Dus de samenleving en de regering wil ik vragen om een oplossing hiervoor te zoeken.